Jaarlijks gebeuren er in ons land gemiddeld 50 dode hoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare medeweggebruikers. De helft hiervan zijn vaak zeer ernstig en ongeveer 10 zijn ervan met dodelijke afloop. Een man die in het verleden te maken kreeg met een dode hoekongeval wil er vandaag met ons over vertellen. Hier is hij, Marco Pasmans. Welkom Marco, fijn dat je jouw verhaal met ons wilt delen. Wil je ons eens meenemen naar de begin jaren 90, toen jij met jouw vrachtwagen in Kampen reed? Ja, dat was begin jaren 90 denk ik. En toen waren er nog geen driehoekspiegels, want die zijn pas volgens mij vanaf 2003 zijn die gekomen op vrachtwagens. Dus het zicht was toen ook nog steeds minder, is nu ook nog minder. Maar daar kwam ik bij een kruising. En dat was een grote kruising en een aparte oversteekplaats voor fietsers, een stukje verder. Maar er was een mevrouw met een kleuter achter op de fiets. En die dacht vlug bij de grote kruising oversteken, want het winkelcentrum was aan die kant niet even waar ze moest oversteken, maar gewoon even vlug, weet je wel. Dus die kwam langs me staan, echt in de dode hoek. Mm-hmm. Daar is ook, je hebt een dode hoek voor, je hebt een dode hoek rechts, achter. Je hebt er verschillende. Mm-hmm. Maar die dode hoek betekent dat jij dus niet dan ziet. Dan zie ik dus echt niet. Niet. Oké, okay, en die mevrouw ging daar staan? Die ging echt langs de deur van de wagen staan. Ja. Nou, daar is een zicht waar je echt helemaal niet ziet. Nee. Dus mijn licht springt op groen. Ik moet rechtsaf. Ik kijk in mijn spiegel. Ik zie niks. Dus ik draai weg. Ik voel een bobbel. Ik hoor meteen een hoop getuter. En ik kijk. En ik zie nog gelukkig de kleuter uit een fiets vallen. Die viel van de fiets af, maar die vrouw lag al onder de auto. Ik dacht, boodschappentassen, fles Ranja tegen de trailer gaan spetten, maar dat was dus een been waar. Jee. Dus ik ben ook niet gaan kijken, maar ik had het geluk dat er 2-3 auto's achter me stond, de politie, waar die heeft het allemaal zien gebeuren. Ik ben niet gaan kijken. De politie heeft me weggehouden waarschijnlijk. Weggehouden. We zijn op een bankje gaan zitten, die is erbij gaan zitten. Die kende de vrouw. Het was de vrouw van de dokter uit het dorp, of dat, weet ik het. Mm-hmm. Die heeft me gewoon ook mee naar huis genomen. Die dokter? Die huisarts? Ja. Ja. Die heeft me in huis genomen, die heeft koffie gezet, koekje erbij. Dus dat was jouw eerste opvang eigenlijk? Dat was de man van het slachtoffer? De man van het slachtoffer. Daar vond ik ook heel speciaal dat hij gewoon men meenam om... Maar ik begrijp dus, die mevrouw is voor haar leven getekend door dit ongeval. Dat been was eraf, ja. Ja. Door even... te denken van, nou, ik ga vlug even. Maar jij bent ook getekend. Ja. Ja, je vergeet het niet meer. Nee. Je praat er nooit over, maar je vergeet het ook niet. Sorry. Heb jij begeleiding gehad, professionele begeleiding hierin? Nee, dat was... De politie zegt, je moet wel dadelijk zorgen dat je gewoon weer gaat rijden. En heb je dat ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan. Want ze zeggen wel zo, hè, dan... Mm-hmm. Ik wil er niet meer rijden, is ook denk ik. Nee, want het lijkt me ook heel moeilijk. Want wij hebben zelf gezocht op internet en we hebben een filmpje gevonden waarin uitleg gegeven wordt over de dode hoek. En dan schrik je wel een beetje. Zullen we eens even kijken? Ja. Als je nu in de spiegel kijkt, kun je dan de chauffeur zien? Ja. Dat betekent dat hij jou ook kan zien. Oké. Okay. Loop eens mee. Blijf hem in de gaten houden. Kijk, en hier ben je hem kwijt. Ik zie hem niet meer. Dat betekent dat hij jou hier dus ook niet ziet. Ah. Dus dit is een dode hoek. Kijk, kun je hiervan aan de chauffeur zien? Ja. Loop eens mee. En hier? Nee, nu niet meer. Dus dit is ook een dode hoek. Kom mee, ik laat je nog één hele belangrijke kant zien. Deze kant is de rechterkant van de vrachtwagen. Mm-hmm. Voor in het verkeer is dat heel belangrijk. Want vaak, als je op de fiets bent en je staat voor het stoplicht... en je komt naast een vrachtwagen te staan... Mm-hmm. is het goed om te onthouden dat aan deze kant van de vrachtwagen... meer dode hoek is dan de kant waar we net waren. Oké. Okay. Kijk maar, want je kunt nu de spiegels en de chauffeur al niet meer zien. Nee, maar waar moet ik dan gaan staan? Als je veilig wil gaan staan in het verkeer en er staat een vrachtwagen voor het stoplicht... Mm-hmm. ga je altijd aan de rechterkant achter de vrachtwagen staan... Okay. op een punt waar jij via de spiegel de chauffeur kunt zien. Oké. Okay. Marco, heb jij er iets aan toe te voegen? Nee, dat is wel heel duidelijk. Komt er dan niet veel boven als je dit zo weer ziet? Ja, dan komt er wel naar boven weer. Maar dit is een situatie die kennen we allemaal. Dat is hier in Middelbeers dan, bij de rotonde. En daar zie je eigenlijk zo'n beetje waar het gevaar al ontstaat. Hè? Ja, dat klopt. En dat doen we ook elk jaar, die verkeersveiligheidsdag op school. Vertel eens wat. Ze krijgt ook een klein toneelstukje. Dat gaat ook over nonchalant in het verkeer.
als pubers die naar de grote school moeten, zeg maar. Ja. Mag ik daar even voor de zaal even uitleggen? De Verkeersveiligheidsdag is een dag die georganiseerd wordt op de basisscholen om de schoolverlaters, dus de kinderen van groep 8, voor te bereiden op verkeer richting de grote stad. En daar nemen onder andere vrachtwagenchauffeurs vrijwillig aan deel om ze kennis te laten maken met de Dode Hoek. Even als introductie. Ja, dat klopt. En dan leren ze ook net bij het filmpje, dan rijden ze ook met de chauffeur mee. Dan zijn de moeders van die kinderen die helpen ook mee. Hè, die komen dan bijvoorbeeld, net zoals wat je net zag, dat punt voor de vrachtwagen. Dan laten ze hier in de Kerkstraat echt zo voor de auto wegrijden of aan fietsen. En dan laat ik ze ook zien van, kijk, jullie zien nu helemaal geen fietsen. Is er wel, maar je ziet het niet. Mm-hmm. Omdat het wel zo dichtbij is. En dan schrikken ze toch wel van, oh ja, het is echt, ze zien echt niks. Ja, precies. En kijk, en het mooie van zo'n dag vind ik, als je die kinderen ook wel iets mee kunt geven van, daar zit het gevaar en die dode hoek leggen we ook uit. Is dat er iets van oppikken en dat... Hè? Ja, heel goed. Heel erg goed. Frans. Ik krijg een vraag uit de zaal. Is er nog meer technologie voorhanden dan alleen een dode hoekspiegel? Er zijn camera's, er zijn voor de cabine hangen voor het spiegels aan de zijkanten. Maar er blijft altijd een dode hoek. Al hangen er 3 camera's op, maar het is voor de chauffeur ook niet. Hoe meer spiegels en camera's, je hebt het omgeving niet meer gaan moeten kijken. Er blijft altijd een dode hoek, weg op elkaar. Ja, wat er hangt, maakt niet uit. Oké. Heel goed. Ik vind het wel heel erg mooi dat jij dit verhaal ook wil delen met de jeugd en dat je het ook met ons wil delen. Want vaak sta je er als medeweggebruiker niet bij stil, inderdaad, hoe weinig zicht er voor die vrachtwagen overblijft. Ja. Is het ook zo dat met de komst van de rotondes, dat het voor vrachtwagenchauffeurs moeilijker is geworden? Ja, dat klopt. En er zou een oplossing voor kunnen zijn, dat klinkt heel stom denk ik, maar... om de fietsers gewoon aan de andere kant van de weg te laten fietsen. En op rotondes het tegenovergestelde richting te laten fietsen. Dan heeft de chauffeur altijd zicht. Fietsers die aan de andere kant van de weg fietsen, laat ze oversteken, dan zien wij altijd waar ze oversteken. Aan de rechterkant zijn we ze ooit kwijt, hè? Ja, klopt. Maar ja, dan heb je weer het volgende probleem. Dan moet elke fietser eerst weer de weg over gaan steken. Ja, ja, maar dan is het is wel overzichtelijk. Maar ja, meer gescheiden rijbanen zou ook een oplossing kunnen zijn. En al beginnen we maar eens met alle rotondes die wij hebben, allemaal hetzelfde te organiseren. In Oorschot heb je overal als fietser voorrang. Ja. En in Best is het net omgekeerd, dan heeft de auto voorrang. En dat is ook verwarrend voor veel mensen. Zeer verwarrend, ja. Welke tips zou jij aan ons willen geven? Nou, die tip met dat filmpje was gewoon heel duidelijk ook. En vooral, daar leg ik de kinderen ook altijd uit. Als je er langs staat, kijk in de spiegel. Als je de chauffeur ziet, ziet de chauffeur jou ook. Ja. Dat is een heel belangrijke tip voor iedereen, niet alleen voor kinderen. Dus zorg dat je even oogcontact met elkaar hebt. Even oogcontact, steek een duim op, steek de chauffeur ook zijn duim op. Maar laat even zien. Kijk even, zie je de chauffeur, dan ziet hij jou ook. Maak even een contactje, want het is gewoon levensgevaarlijk. Ik ben blij dat wij contact hebben gelegd met jou, dat jij het verhaal met ons wilde delen. Respect. Ja. Graag gedaan. Applaus.